Germen van der Boom, de meest fout geschreven naam in het voetbalwereldje, denk ik wel. Heb je er nooit aan geërgerd? Nee, nog nooit. Nee? Nee. Want het is Van den Boom, hè? Ja, Van den. Van den Boom. Ja, ja, ik zeg altijd een van de betere spitsen uit de tweede klasse. Maar ja, dan had hier eigenlijk ook een Rico de Laat. En dan ga ik een Wouter van Dijk erbij moeten zitten. Hè? Misschien wel Job van Elzen. Ja, er zijn meerdere goede spitsen bij ons in de klasse. Ik vind ook die van Emplina. Die speelt tegen ons de eerste helft of eerste wedstrijd wel goed. De tweede helft wel wat minder. Ja, welke spits hebben we nog meer? Ja, er zijn er in ieder geval een heleboel. Maar dan hebben we al de drie beste genoemd. Ja, je speelde eerst bij BMC in Berlicum. En toen ben je naar Vinkel gegaan en je woont in Geffen. Leg dat eens even uit. Ja, ik woon niet meer in Geffen. Oh, je woont inmiddels niet meer in Geffen? Nee. Weggepest? Nee, het huis verkocht. En wij zijn nou in de Vinkel achter het voetbalveld aan het bouwen. Oh, kijk, eens aan de hoge grond gekregen, joh. Ja, gekocht, hè? Gekocht. Nou, mooi. Hoeveel telefoontjes heb je al gehad voor een nieuwe club? Ja, ze zullen je toch nog wel gebeld hebben, denk ik. Je bent een van die spelers, net als Wouter van Dijk, die elk jaar krijgen die telefoontjes. Nee, vorig jaar niet. En dit jaar ook niet. Nee. Twee jaar geleden. Voor laatst. Ja, maar dat is dan ook om het feit natuurlijk dat je gewoon, je blijft gewoon bij Vinkel. Ja, dat is ook wat ik eigenlijk meerdere keren heb aangegeven in verschillende interviews, stukjes, op sites, kranten. Ja, ik had al besloten dat ik niet weg zou gaan, dus het is... Ja, dan ben je wel de man in Vinkel natuurlijk, maar ja, van al die schouderkloppen hoor je niet rijk. Nee, maar ja, daar is het ook helemaal niet om te doen. Nee. Ik voetbal gewoon, ik vind dat, dat we op een leuk niveau spelen. En we doen het ook nog goed, elk seizoen nog steeds, dus dat is ook fijn. En nou ja, als je ziet hoeveel plezier we hebben met z'n allen als team zijn. En ook wat er na de wedstrijd in de kantine en zo, wat er allemaal gebeurd is. En dat is net zo mooi. Ja, ik laat die foto's nog wel eens zien, dat al die supporters in die hek hangen. Ja, het is wel een fanatiek publiekje in Vinkel, hè? Ja, ze zoeken ook sowieso wat wedstrijden per jaar uit om sfeeracties te doen. Onze nieuwe V-site sinds vorig jaar, dus dat is ook leuk. Die werken ook samen met... de sportvereniging die we al hebben, zeg maar, Evelientje. Nou ja, dat is altijd leuk dat ze een aantal wedstrijden, vooral derbies, dan uitzoeken om wat meer lawaai te maken dan anders. Dus, en dan vooral onder de beruchte overkapping. Ja, hartstikke mooi. Ja, zie je de komende wedstrijd zondag in Heeswijk als een echte derby? Vinkel en Heeswijk, het raakt elkaar niet zo, maar het is wel een heel mooi affiche. Ja, het is meer... Ja, qua beleving, qua gevoel echt een derby, dat weet ik niet. Maar wel qua spelers, zeg maar. Ja, hoe moet ik dat zeggen? Er zit wel... wij vinden het wel mooi om tegen Heeswijk te spelen. Ja. Als het publiek ook zo is, dat weet ik eigenlijk niet. Wij nemen wel veel publiek mee, maar dat is eigenlijk elke wedstrijd. Dus. Ja, Heeswijk staat er ook veel publiek, hè? Ja, daarom. Dus. Ja, ook een fanatiek publiekje is dat. Wouter van Dijk doet zondag niet mee. Schorst. Oh. Ja, dan kijk je weer op. Daar zullen wij niet om rouwen, om het zo maar te zeggen. Nee. Dus ik geloof wel dat er voor Heeswijk wel een aderlating is. Ja. Als je topschorder als die niet mee kan doen. Dus dat is altijd lastig. Ja, voetbal, je hebt een hele drukke baan, hoor ik. Je bent pas hier in Veghel begonnen. Als je het nou eens bekijkt, de voetbal. Gerben van den Boom, want ik weet eigenlijk je leeftijd niet. Wat is je leeftijd? 30. Oh, mooi. Kijk, hij is een mooie leeftijd voor een voetballer. Zien we jou nog eens ooit terug, straks na je carrière, als trainer? Of blijf je bij het voetbal vertrokken? Ik ken ook van die bepaalde voetballers. Als het voetbal eenmaal voorbij is, dan zie je ze nooit meer. Dat is ook iets wat ik thuis zal moeten overleggen, denk ik. Want ik heb wel al in overleg al... ik heb thuis al overlegd van tot wanneer ik zou kunnen spelen. En ik mag... eigenlijk ongeveer zo lang als ik het kan volhouden in het eerste blijven voetballen. We hebben ook twee kindjes, dus dat gaat ook wel. Welke meiden, jongens? Meisje en een jongen. Meisje van 4 en een jongen van bijna 3. Kijk eens aan, man. Hartstikke mooi. Ja, en zijn het linkspootjes, rechtspootjes? Gaan ze voetballen? Meisje is, dat is Ann, die is links, rechts, dat weten wij nog niet. En Siep, de jongen, die is puur rechts. Puur rechts, leuk man. Hey, je hebt het ook voornamelijk
uiteraard ook wel van je voetbal inzicht. Zondag was het weer en geloof ik het enige doelpunt gescoord. Maar het was een van richting veranderde bal. Leg me eens uit, hoe kwam dat doelpunt eigenlijk? Want ik kreeg niet helemaal de indruk hoe het nou eigenlijk kwam. Het was een diep bal van Mark Verzochel, ons middenvelder. En, want ik start en hij gaf hem eigenlijk perfect over mij en een tegenstander heen. En, het einde nam ik hem niet goed mee. Toen kwam hij half onder me te liggen. En toen besloot ik gewoon op goal te schieten. En het schoot, maar hij werd volgens mij niet voor richting veranderd. Maar hij ging een korte hoek binnenkant paal. Ja. En dat had keeper ook niet verwacht volgens mij. Nou, in ieder geval wel een leuke driepunter tegen. Ja, toch een BVV is toch een potentiële kampioenskandidaat, laten we eerlijk zijn. Hadden ze wel publiek bij het Bos, want dat valt tegen, geloof ik, hè? Nee, weinig. We hadden daaruit ook. Toen bestond rond een 10 jaar. Maar ja, toen hadden wij meer publiek bij, volgens mij, dan een. Ja, het is daar een spookhuis. Maar ja, daar komt op de Vliert. Het is heel weinig aanwas met jeugd. Het ligt midden in de stad, dus het is eigenlijk allemaal wel begrijpelijk. Ja, tenslotte de vraag: wat denk je dat Mark van der Ven, trainer van Heesweg, gaat zeggen zondag in zijn wedstrijdbespreking? Wat gaat hij zeggen? Ik denk dat hun qua mentaal en qua beleving net zoveel op de mat moeten kunnen brengen als ons. Dat is wel belangrijk. Ja, ik denk dat daar zijn wij zelf altijd heel goed in. Vooral in zo'n wedstrijd, zeg maar, tussen Heeswijk en... Kunnen jullie je focussen echt punten op een wedstrijd? Ja. Ja? Ja. Wij hebben heel veel geluk gehad bij Schijnhof winnen om een 4-0, maar daar hebben wij geen één kans gehad. En we hebben net afgelopen zondag tegen BNV, dat is wel echt de focus ook, omdat we weten van uit hebben we 3-0 gewonnen met een bepaalde tactiek. En die hebben we thuis ook gehanteerd en weer win je. Ja, en dat is wel, bij Heeswijk, we hebben een paar keer verloren, een paar keer gewonnen, een keer gelijk gespeeld tegen elkaar. Dus het is ook altijd, Kleine prognose? 1-2. Nou, laten we het daarop houden. 1-2. Ja. Dit was Gerben van der Boom. En hij is uiteraard spits van Vinkel. En u kunt hem zondag bewonderen op Ballendonk. En die wedstrijd begint om 2:30. En Kliksport is er ook aan bij aanwezig.